Onder de fantastische muziek van het Nederlands elftal. Echte voetbalmuziek. Zaterdag 3 december start hier het gigantische programma Dollen met Wielen. Al die pupillen die komen daar met een balletje aan de voet. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat de hele club ongeveer 10 ballen had voor 30 teams. Nu heeft elke pupil gewoon een bal. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want Wielcurver die vindt dat het allerbelangrijkste. Omgaan met die bal. Die bal als een elastiek aan je voeten hebben. En daar fantastische dingen mee doen. Wat een schitterende ambiance hier op deze zaterdagmorgen, 3 december. Prachtig. De jongens en meiden die gaan zometeen naar hun circuits. Naar hun stations, moet ik zeggen. En dit geheel noem je een circuit natuurlijk. Station 1 tot en met 8. En er zijn van alles en nog wat voor trucs verzonnen. Die de jongens en meiden moeten doen. En die zijn niet zomaar verzonnen. Die zijn met name door Wielcurver bedacht. En DVS vindt dat heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van deze voetballetjes. Het eerste onderdeel, de Johan Cruijff turn. En daar zie ik al een fantastische mooie uitgevoerde beweging. En weer een hele mooie beweging. Zo, heel goed. Hey, luister eens. Denk jij dat je deze beweging in de wedstrijd ook nog wel eens... Ga even naar de camera. Dat je deze beweging ook in de wedstrijd nog wel eens een keertje gaat doen? Ik weet niet. Maar ik ben ook keeper dus. Oh, je bent keeper? Maar dan kun je het ook doen? Ja. Ken je de keeper van het eerste, Daan Huiskamp? Ja. Die kan ook heel goed voetballen, hè? Ja. Het is heel belangrijk dat je als keeper heel goed kan voetballen, hè? Ja. Dus dan komt er zo'n aanvaller naar je toe, die gaat druk op jou zetten. En dan doe jij de Johan Cruijff turn. Ja. Oké. Afgesproken, hè? Ja. Ja, is goed. Mooi. Hey, die beweging die jij net hebt gemaakt, hoe heet die precies? De Johan Cruijff turn. Ja? Maak je die wel eens in de wedstrijd? Nee. Nee, nog niet? Maar dat ga je wel doen in de toekomst, of niet? Ik heb er geen idee. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet? Ja, maar je maakt de tegenstander helemaal gek. Want die denkt, hey, die gaat die ene kant op en dan ga je opeens die andere kant op. Ja. Maar hij is wel heel moeilijk. Is die moeilijk? Ja. Maar dat betekent dat je heel veel moet oefenen natuurlijk. Mm-hmm. En dan komt hij vanzelf. Yep. Hoe heet jij? Boas. Boas? Oké. Dat is DVS TV. Mm-hmm. Ja, oké, veel plezier, hè? Ik sta hier met coördinator, hoofdcoördinator jeugd en tweede elftal enzovoort, Jack. Jack, wat een feest is dit, hè? Dit is ongelooflijk leuk, Piet. Dat is de basis van alles. Techniek, hè, wielcurve, dollen met wiel. En grote opkomst, lekker voetballen. En, dit is eigenlijk zijn dit de leukste dingen om naar te kijken. Ja, deze vormpjes, doen de trainers dat over het algemeen ook tijdens de normale, reguliere training? Ja, wij hebben voor de ENF hebben we een trainingsplan wat helemaal gebaseerd is op oefeningen van wielcurven. Wij zijn daarbij geïnspireerd door Kok van Dijk. Die heeft ons een cursus bij ons gedaan voor heel veel trainers. En daar hebben wij onze trainingsmethodiek op gebaseerd. En dat zijn wat je nu ziet, zeg maar. Ja, we hebben de Johan Cruijff turn erbij gedaan. We hebben nog een paar bewegingen erbij gedaan die een aparte naam hebben. Voor die kinderen is dat leuk natuurlijk. Maar dat is zo'n beetje wat we ook altijd op de training doen, 2 keer in de week. Ja. Wat geweldig. Wat moet dat een voldoening zijn ook voor de commissie zelf ook om met dit soort dingen bezig te zijn? Ja, dat klopt. En wij noemen het dan ook tweebenig opleiden. En je hoorde het net ook al links en rechts dat sommigen zeggen, ja, maar ik kan eigenlijk niet met links of ik kan eigenlijk niet met rechts. Maar wij hebben zoiets van, wanneer we dat nou 2 jaar in de E en 2 jaar in de F getraind hebben, dan zijn een heleboel kinderen die naar de D-pupillen gaan, die zijn toch redelijk tweebenig. En het is een kwestie van doorzetten en het is gewoon hartstikke leuk om mee bezig te zijn. Hartstikke mooi. Veel plezier ermee. Ja. Oké. Hey, wat vond je ervan, van deze oefening? Leuk. Ja? Alleen maar praten als je die microfoon voor je hebt, hè? Ja. Oké. Hey, heb je net al een lekker partijtje gedaan? Ja. Ja? En gewonnen? Ja. Je hebt nog gescoord, hè, zag ik.
Ja. Ja. En nu met deze beweging, dan ga je natuurlijk elke tegenstander een beetje voor schut zetten. Hè? Ja. Wel gewoon blijven doen en niet alleen maar ja zeggen. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Hoe heet jij? Dan. Hé, dat is heel iets anders als ja. Dag Dan. Veel plezier, hè? Ja. Dit is station nummer 3. Dat wordt nu uitgelegd door de trainers. Ook een bekende van B1. Die heb ik nog geïnterviewd. En hij zit op de sportopleiding. En hij laat even zien wat de bedoeling is bij deze oefening. Ze moeten een schijnbeweging maken. Doen alsof ze trappen, maar net niet trappen. En even later dan werkelijk de trap. Ze kunnen al niet wachten om te beginnen. En ik kan het al, roept er eentje. Heel snel. Maar ze gaan eerst even wat bewegen. Zo even een hele lichte warming-up. Even de beweging zelf gewoon steeds proberen uit te oefenen. Je doet alsof je de bal hakt, maar neemt de bal versneld voor je uit. En dat gaan ze dan natuurlijk eerst even oefenen. En daarna dan gaan ze dat afwerken met een schot op het doel. Hey, dit is leuk werk, hè, om te doen. Ja, ik vind het heel leuk. Hoe heet jij? Esther. Esther, bij welk team voetbal jij zelf? In de M onder de 17. Meisjes onder de 17. En jullie doen het redelijk? Nou, dit jaar niet heel het goed. Het kan ietsje beter. Het kan ietsje beter, ja. Okay, nou, we komen binnenkort wel een keertje langs, goed? Ja, is goed. We zijn al bij de meiden onder de 15 geweest, en bij de onder de 19, meiden onder de 17. Ondanks dat het even wat minder gaat, maar er komen ongetwijfeld wel weer betere tijden aan, denk ik. Ja, klopt. Gaat zeker lukken. Ja, maar hier geniet je wel enorm van. Ja, ik vind het echt heel leuk om te doen. Ja? Wil je later ook iets met kinderen doen? Ja, ik wil of kinderfysio worden of chemiejuffrouw. Nou meid, je straalt het helemaal uit. Ja. Die glimoogjes van je. Ja. Okay. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Welke beweging heb jij nou net gemaakt? De schaar. Ja, doe je dat ook wel vaker? Ja, best wel vaak. Ja? Ook tijdens een partijtje nog wel eens? Ja. Ja? En ook echt als je een competitie aan het spelen bent? Ja, dan heel soms. En dan heel soms. Hoe oud ben jij? 8. 8 jaar. En hoe heet je? Lucas. Lucas? Lucas, heel veel plezier. Vind je leuk dit? Ja. Ja. Heel veel plezier verder vandaag, hè? Ja. Okay. Bedankt voor dit interview, hè? Ja, doei. Doei, doei. Bye.